Nee, ja, het was een rare wedstrijd. Ik vond ons tot een kwartier voor het einde, ja, vond ik ons beter van het spel hebben. Met name ook de eerste helft. En als je ziet van, oh, hebben we toch aardig wat kansen gehad in de eerste helft. Ik heb ze opgeschreven, een stuk of vier. Maar als je dan de eerste 20 minuten in de tweede helft ziet, jongen, en daar ben ik met name pissig over. Want ja, dan moet je het afmaken en dan wordt het, dan wordt het drie, misschien wel vier en misschien zelfs wel vijf. Maar dat laten we en dan laten we hun... Ja, het laatste kwartier in de wedstrijd komen. Kijk, zij gaan Vabang spelen. En goede vier of vijf aanvallers spelen ze op een gegeven moment mee. Nou, daar zullen we toch eentje in ieder geval tegenover moeten zetten. Alleen, wij vergeten dan op een gegeven moment van dat we voorin ook één op één staan. Ah, dat moet je, vind ik, dan beter uitspelen. En dan moet je zo'n wedstrijd gewoon beslissen. Als je het zelf niet doet, dan kun je er op een gegeven moment op wachten. Alleen, ja, net dat laatste tikje vandaag. Ja, dat, het balletje dat rolde net niet hard genoeg op een gegeven moment. Het balletje tegen de paal. Bal van Ruben daar nog net voorlangs. Joris die alleen op de keeper afkomt. Kees die nog een keer alleen op de keeper afkomt. Ja, dat, normaal zijn er goals. Kijk, en dan komt Noordwolde nooit meer terug in de wedstrijd. En ja, dat vind ik gewoon dood zonde. Ook met name omdat wij, nou, je kunt rustig zeggen, een zeepert hebben gehad tegen Glimmen. Vond ik dat we ons prima hersteld hebben. Alleen, ja, daar had met 3 punten gemoeten en niet met 1 punt. Dus we kunnen wel vragen, ben je tevreden met 1? Nee, ik ben absoluut niet tevreden met 1 punt. We hebben gewoon 2 laten liggen vandaag. En nou, je ziet dat ik nog, ja, de adrenaline stroomt nog vers door de aderen. Maar god, wat doodzonde. Dat is voetbal. Ik zei net ook tegen...